Swartz. Goed gekiept. De Lange. En Omarsson. Voor het doelsaldo. De 0-5. Swartz probeert klaar te leggen. Dat lukt. Oh, en hij verandert hem voor richting Omarsson. De topscorer in de keukenkampioendivisie. Met 2 goals. Bruins. Is er langs. Goeie bal, zegt Van Bruins. Mooi overstapje. Omarsson. Schitterende goal. Swartz. Voetbal weer. Armand Otwill, achterlijn halen. En raak Omarsson, daar is hij weer. Het is gatenkaas achterin bij Almere City. Kan Excelsior nog iets? Omarsson. Haha, 4-5, het kan dus nog. Gaviotis komt weg, Swartz komt terug richting Omarsson. En daar is Omarsson van dichtbij, tikt hij hem binnen. En tekent voor de gelijkmaker. Laag deze keer en die valt er zomaar in. Die valt er zomaar in. En ik weet niet of er iemand anders nog dan Mendes Morera van Excelsior aan de bal is geweest. Swartz in de bal. Komt weer een kans aan voor Omarsson. Borgmans moet hij weer aan de bak. Omarsson. Omarsson, wat een goede goal. Nu is hij wel trefzeker. In de omschakeling. Biedt mogelijkheden. Sijs naar binnen. Sijs vindt Omarsson. Omarsson! En 2-0. De assist is van Dylan Sijs. En de goal van Omarsson. Hormans. En Jan Omarsson, de winnende. Omarsson met zijn 10e is de winnende treffer voor Excelsior. En dan valt hij toch. Swartz en Omarsson daar. Omarsson staat dicht bij de doelman. Daar gaat de bal ook naartoe en die valt erin. Precies daar waar die bal komt. Lammers, oeh, heel veel ruimte achter hem. Hij stapt, wat doet Geens daar nou weer helemaal? Ja, dit is echt een rode loper uitleggen voor Omarsson. Gaat dramatisch mis achterin bij Topos. Ja, en hij heeft er al 10 gemaakt, tot aan vandaag. Oeh, weer Omarsson, weer Omarsson, dat is nummer 3. Het zijn niet allemaal cadeautjes, maar het scheelt niet veel. Geraakt, maar de bal komt toch nog bij zijn ploeggenoot, bij Armand Otwill. Kopbal Meijer en hier Omarsson. Ja, dat mocht nog zijn goal. Zijn 14e van dit seizoen. En is er dan nog tijd voor een eventuele gelijkmaker? Joao. Omarsson voor het doel. Goeie aanval van Excelsior en het doel moet van Omarsson. Als de vlag voor buitenspel omlaag blijft, is het 1-0. Lekker begin van de wedstrijd. Omarsson. Staat hij wel of geen buitenspel? Het is geen buitenspel. Omarsson, ja, hij doet het wel. Weer hij, nummer 16 van het seizoen. Geef hem geen kans. Oog in oog met Nijhuis. Elias, maar Omarsson maakt het nog 3-2. En dan is er één iemand attent om die bal uit het net te vissen. En dat is Sander Fischer. De wedstrijd gaat zo beginnen, maar bij de opkomst zien we dat Elias Mar Omarsson het schild krijgt. Voor het topscorerschap van de eerste periode.